gewoon tussendoor. Want de dames zijn nu gaan zitten. Je mag gewoon gaan bestellen. We gaan zo meteen uitleggen hoe of wat. En wie dat... Wat ben jij aan het doen, Tommy? Ik sta hier omdat ik heel erg benieuwd ben naar twee meisjes van het Albeda. Ah, ja. Die, daar zal ik straks wat meer over vertellen. Cool. Er is natuurlijk veel meer nog te lezen over Terry in het Stadsgeheimen magazine. Stadsgeheimen 2. Die kunnen jullie straks allemaal oppakken. En dan gaan we nu even over naar het onderdeel van het Albeda. Daar is de opdracht geformuleerd aan de leerlingen om mensen te interviewen die het Nederlands hebben geleerd. En we hebben daar nu twee voorbeelden van, twee prachtige verhalen. Namelijk van Suzy en van Tanisha. En we beginnen met het verhaal van Suzy. Dankjewel. Goedemiddag. Op mijn werk heb ik een collega die uit Polen komt. Zij is nog steeds elke dag bezig om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. Ze is redelijk verstaanbaar. Maar ze kan altijd nog meer leren. Haar naam is Iwona en ze is 30 jaar oud. Werkt bij ons als kamermeisje. Iwona komt oorspronkelijk uit Polen. Ze spreekt Engels en een beetje Nederlands. In 2012 is Iwona naar Nederland gekomen. Ze wilde samen met haar man hier komen voor een nieuwe toekomst. Ook omdat de man een werk aangeboden kreeg hier in Nederland. Het was voor haar en de man de eerste stap om de Nederlandse taal te leren. Zodat ze op deze manier met anderen kunnen communiceren. In Nederland aangekomen moest Iwona Nederlands taal beter beheersen om cursus te volgen. Ze zat voor 6 maanden op de ROC Albeda. 6 maanden gingen heel snel voorbij. Iwona werkt heel de week in het Rigots Hotel als kamermeisje. In het weekend is ze bijna tot nooit beschikbaar, omdat haar man nachtdiensten werkt en ze op hun dochtertje moet passen. Ze vindt het leuk om als kamermeisje te werken en ook haar collega's vindt ze super. Omdat ze in het Nederlands met haar communiceren en op deze manier leert ze de Nederlandse taal ook veel beter. Alleen wanneer ze het echt niet begrijpt of snapt, dan vertellen we het in het Engels voor haar. Iwona volgt thuis ook wat extra oefeningen op de computer. Iwona wil zo snel mogelijk haar inburgersdiploma halen, zodat ze zowel tijdens haar werk met haar collega's samen kan lachen en meepraten. En ook om in de samenleving meer te kunnen doen en te bereiken. Met haar man probeert Iwona Nederlands te praten. Maar als ze niet weet hoe ze het uit moet leggen, dan stapt ze snel weer over naar het Pools. Iwona is best onzeker als ze Nederlands moet praten. Ze vindt het niet leuk om fouten te maken en voelt zich ook niet op haar gemak. Als ze de Nederlandse taal moet spreken, want ze weet dat het niet erg goed is. Doordat Iwona thuis de Nederlandse taal oefent, leest ze vaker de krant, kijkt ze naar de programma's waar ze alleen de Nederlandse taal spreken. Wanneer Iwona een bepaalde post brieven krijgt die ze niet helemaal begrijpt, vraagt ze hulp aan haar Nederlandse vrienden. Iwona vindt Nederland een mooi land. Ze vindt de Nederlandse taal ook mooi. Maar Iwona, ook wat Iwona ons ook vaak genoeg op het werk vertelt, is dat ze graag snel haar inburgersdiploma wilt halen, zodat ze haar dochtertje kan laten opgroeien met de Nederlandse taal. Ook vertelt Iwona mij dat wanneer ze haar diploma heeft, zou ze ook heel graag een opleiding willen gaan volgen. Ze zei, ik heb altijd al een droom gehad om schoonheidsspecialist te worden. Als ik de kans zou krijgen, zou ik mijn droom werkelijkheid willen maken. Ik zei, Iwona, dan gaan we onze leuke, gezellige collega missen. Ze zei, nee, het zal wel even duren voordat ik weg ben. Maar tot die tijd geniet ik van jullie en ook van de steun en hulp die ik jullie mij geven bij de Nederlandse taal. En wanneer ik mijn schoonheidsspecialistdiploma behaald heb en ik een eigen zaak zal beginnen, zijn jullie allemaal van harte welkom.